De overheid wil de fiscaliteit hervormen, ook die voor beleggingen. Doel een tax shift van 10 miljard euro, minder belastingen op arbeid, meer op alle andere inkomstenbronnen. En in de pers circuleren voorstellen van minister Van Petegem die op het eerste zicht aantrekkelijk klinken. Tot 6000 euro aan onbelaste inkomsten uit rente en dividenden en de afschaffing van de torenhoge beurstaks. Eveneens positief de verlaging van de roerende voorheffing van 30 naar 25 procent. Nu, de relativering die bedroeg in de jaren 90 slechts 15 procent. Wie tussen de lijnen leest, beseft echter dat deze wortel heel voorwaardelijk is. Het zijn wellicht ballonnetjes, bedoeld om goedkeurende knikjes te ontlokken, maar met als doel zonder al te veel weerstand een meerwaardetaks op aandelen te kunnen opleggen. Het voorstel gaat uit van een meerwaardebelasting van 15%, waarbij minwaarden verrekend mogen worden. Maar bekijk het pragmatisch. De overheid zoekt inkomsten voor zijn stijgende uitgaven en daarvoor kijkt men ook naar u als belegger. Je hoeft dan ook geen grote wiskundige te zijn om te beseffen dat spaarders en beleggers aan de beoogde hervorming per saldo wellicht geen goede zaak zullen doen. Bovendien spreekt de minister van een. Uitdoven van de beurstax. Van een snelle afschaffing is geen sprake. Skepsis is dus op zijn plaats, en wij zijn geen voorstander van de invoering van een meerwaardebelasting. Het verleden leert ons dat, eenmaal ingevoerd, het percentage al snel de hoogte ingaat. Bij velen leeft de vrees dat de noeste spaarder-belegger andermaal het grootste slachtoffer zal worden, wegens electoraal het minst schadelijk. Het verleden in het achterhoofd kunnen wij die vrees best begrijpen, ook al betreft het voorlopig slechts voorstellen met een onbekende timing. Anticiperen op bepaalde scenario's, dat blijft toch moeilijk. Sommige beleggers stellen zich de vraag of ze er niet beter aan doen om grote en dus kwetsbare meerwaarde veilig te stellen. Nog voor de invoering van dit voorstel. Een andere redenering zou kunnen zijn om de aandelen waarop forse verliezen rusten zeker niet te verkopen. Die kunnen later gebruikt worden bij verkoop als aftrekpost voor de meerwaarde. En dat zijn zeker geen onzinnige redeneringen, maar we hebben geen zicht op de modaliteiten. Als de meerwaardebelasting er al komt, uiteraard. Gaat men terug in de tijd en belast men ook historische winsten? Dat zou ongepast zijn. Maar je weet maar nooit, en dat is wellicht nog het grootste probleem, de voorbije decennia werd voortdurend aan die beleggingsfiscaliteit gemorreld, zodat de belegger geen gevoel van rechtszekerheid heeft. Nogthans heel belangrijk voor de creatie van een broodnodige aandelencultuur in ons land. Meer beleggingsfiscaliteit onder andere over de jaarlijkse tax op effectenrekeningen en de tweede pensioenpijler, surf snel naar belegger.be.